allemaal mensen die op een of andere manier bij dit proces betrokken zijn geweest en nu ons gesteund hebben. Of dat nou is door een positieve praatje te houden of echt hier op de bouw echt meegeholpen hebben. Jullie daar allemaal voor bedanken en ik hoop zo met jullie daar een borrel te drinken. Ik hoop voor de brandweer dat, nou, dat jullie nog vaak langs rijden en genieten van het stukje verleden wat jullie samen hebben meegemaakt. En ik denk ook dat het een, voor de stad ook al toch echt wel belangrijk is dat dit soort monumenten blijven bestaan. Nou ja, monumenten, het is geen monument natuurlijk. Kunnen we ons nog een beetje gaan afvragen? Gaan we nog eens een discussie over voeren? Waarom nog niet zeggen? Nou, het is echt een feest om hier te zijn. Want de brandslangen droogtoren, ik zei het net al, het mooiste Scrabble-woord wat je kunt verzinnen. Daar was al een tijd lang in discussie, kunnen we die behouden of kunnen we die niet behouden? Nee, het was geen monument, maar toch was het een markant gebouw. Het was een bijzonder gebouw die iets vertelde van deze plek. Van deze plaats, moet ik wel deze plek beter zeggen. En dat deze plek heeft een geschiedenis uit zichzelf. Hij heeft een geschiedenis vanuit eeuwen geleden, vanuit de kerk die hier gestaan heeft, die afgebrand is in de jaren 30. En waar toen op hele curieuze wijze van de oude kerk een kazerne is gemaakt, waarbij de omgeving van de buren zijn hergebruikt. Eigenlijk iets wat ik eigenlijk nog nooit eerder ergens gezien heb dat zoiets dergelijks gebeurde. En waar dan die toren tegenaan gezet is, waar ook weer een stukje van die kerk in verwerkt is. Dat is eigenlijk heel erg gek. En je hebt eigenlijk in een stad gebouwen nodig, ook als er ergens iets nieuw gebouwd is, die je op de een of andere manier doen herinneren aan datgene wat er vroeger was. In 1935 is hier de brandweerkazerne zeg maar opgericht, met zoals gezegd materialen van de verloren gegaane kerk. Maar in de Tweede Wereldoorlog is deze organisatie echt een beroepsbrandweer geworden en dat heeft doorgelopen tot 1 januari 2011, waarna we met z'n allen over zijn gegaan in de regionale brandweer Hoek van Midden. En toen in één keer dat bericht kwam, ook binnen onze organisatie, van hey, er gaat misschien wat met onze toren gebeuren, waren wij zelf daar ook verschrikkelijk blij mee. Dus wij zijn jullie verschrikkelijk dankbaar voor het feit dat jullie dat initiatief genomen hebben om dit plekje te behouden. En om daar nou dankbaar voor te zijn, hebben we een doosje voor jullie gedacht. Dankjewel. Dankjewel. Een flesje in de vorm van jouw toren. Dankjewel. Zaten in de kast. Geweldig.